Goedemiddag Diana, wij zijn hier in Brasschaat in het Cryo Sauna Center, waar onze meisjes toch net een cryo sessie gehad hebben. Vertel daar een keer iets meer over. Een cryo sessie is zeker de moeite waard om eens te komen ervaren. Wij hebben hier een omgedraaide sauna, om het zo te zeggen. Het is hier allemaal in het min te doen, dus min 110 graden. En je krijgt daar een geweldige boost van. Dat is echt om je lichaam is echt 100% te resetten in 3 minuten tijd. Wat is het verschil met een gewone sauna in het dagelijkse leven? Een gewone sauna, dat is er te relaxen, om een beetje in de warmte te wentelen. En meestal ben je dan ook wat loom en vermoeid als je daar terug vandaan naar huis gaat. Dan moet je een beetje bijkomen in het hele verhaal. Als je in een cryo-sauna komt, neem maar 3 minuutjes van je tijd. Je gaat in een onderdoppeling van koude, maar dat is zo geweldig. Je komt eruit en je voelt je echt gewoon 100% energie. Bangelijk gewoon. Wij zien hier meisjes van 20, maar ook dames van 50 en 60 plus. Daarjuist vertelde je zelf ook dat ook het hondje soms meegaat. Ja, ik heb een klein hondje, dat gaat er ook altijd mee in. Dat hondje had vroeger heel veel last van jeuk, heel veel huidproblemen, ik zal het zo zeggen. En dat is dankzij de cabine is dat helemaal onder controle. Dus het werkt pijnstillend, het werkt ontstekingsremmend. Maar daartegenover, je moet niet ziek zijn om het te doen. En er komen hier heel veel sporters. Die komen ter recuperatie of ter voorbereiding van hun sport. Soms ook om hun blessures sneller te herstellen. En in alle geval, wat wij u kunnen aanbevelen, heb je eens een dipje, ben je gewoon eens wat moe, heb je wat een dosis energie nodig, kan je hier komen tanken. Heel gemakkelijk. Je kan hier dus altijd terecht, ook via Facebook. Dus ik denk dat de mensen hun weg wel zullen vinden. Ja, ik geloof het ook. En onze website www.cryosaunacenter.com. Alle informatie staat erop. Er staat ook een vragen- en antwoord gedeeld op. Dus je kunt echt altijd terecht hier. Ook met een belletje. Van harte welkom. Alvast bedankt voor deze fantastische ervaring. Dank je wel. Jullie ook.